Het tweede deel van jouw P5K2 project. Het maken van het opleidingsdraaiboek. Nou, het opleidingsdraaiboek van bijvoorbeeld 1 of 2 dagen dat je opleiding geeft, dat is niet zo mega ingewikkeld. Dat is eigenlijk een tijdschema wat je maakt van A tot Z. Maar daar gaan we dingen aan vooraf. De dingen die aan vooraf gaan is dat je natuurlijk je opleiding moet voorbereiden inhoudelijk gezien. En dan hebben we het theoretische deel, het handboek wat je hebt gemaakt bij deel 1, verwerk je in de opleiding. En dat wil zeggen dat je de ene van instructie of andere opdrachtjes dat je in een PowerPoint kunt verwerken. En op die manier aan de mensen die je opleidt kunt gaan verduidelijken of kunt gaan geven. Dat kan online, maar dat kan ook natuurlijk op locatie zelf. Dus maak een PowerPointje waar jij de belangrijkste elementen van jouw handboek naar voren laat komen. Dat is 1. Dat komt in de opleiding. Dat is een randvoorwaarde. Uiteindelijk wordt je handboek moet je ook aftoetsen, theoretisch gezien. En dat kun je door middel doen van een simpele theorietoets. Ik zou zeggen, maak een theorietoets als meer keuzetoets. Bijvoorbeeld in Google Forms of een ander element. Dat kun je gelijk iedereen tegelijk via een linkje die toets laten maken. En je hebt ook gelijk je uitslag in een Excel-lijstje staan. Vervolgens moet je er ook over nadenken. En dat is eigenlijk ook, die kun je in een ander mapje kwijt. Dat is je beoordelingsformulier. En beoordelingsformulier bestaat uit 3 onderdelen. Dat zijn je soft skills, het lesgeven dus. Je hard skills, de technieken, uitvoeringen, knopen, dat soort zaken. En eventueel de safety skills, als je een rescue moet uitvoeren. Maar safety skills kunnen dus ook zijn onderhoud, bijvoorbeeld tijdens een activiteit. Een mountainbike breekt een ketting, hoe breek ik een ketting? En dat soort zaken dat je dat uitwerkt. Is ook een safety skill. Dat wordt beoordeeld van instructeurs. Dus je gaat dus kijken van, goh, wat vind ik belangrijk? Voor de soft skills hebben we eigenlijk al een complete. Die kun je aanvullen. Die staan in Word, in cum laude. En voor de hard skills en de safety skills, die kun je zelf uitwerken. En kijken van, goh, wat ga ik beoordelen aan die instructeurs? Om te zorgen dat die goed functioneren later na mijn opleiding in de praktijk. Zij moeten ook weten waarop ze worden beoordeeld. Dus je laat ook uiteraard zo'n beoordelingsformulier van tevoren ook zien in jouw opleidingstraject. Je geeft duidelijk in je opleidingstraject aan, in je draaiboek aan, van goh, welk onderdeel ga ik wanneer geven. Op welke tijd, hou rekening met lunch en dat soort zaken. En bijvoorbeeld ook wanneer geef ik mij een stukje theorie. Maar wanneer doe ik ook de aftoetsing? Dat zal aan het einde van jouw cursustraject gelijk zijn dat je mensen praktisch aftoetst en theoretisch aftoetst. Als je dat hebt gedaan, dan komen we bij het volgende filmpje uit. Dat is het proces bewaken. Dus het proces, laat maar zeggen, observeren en kijken of wat jij eens hebt geleerd ook daadwerkelijk in de praktijk dan wordt toegepast.